Door sommigen was er zaterdagavond te diep in het glaasje gekeken en dat zorgde voor een vechtpartij op de Johan de Witstraat. Rond 11:15 kreeg de politie een melding van het incident. Een 55-jarige Dordtenaar raakte lichtgewond aan zijn hoofd en was dusdanig onder invloed dat hij mee moest naar het ziekenhuis. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden voor vernieling. Wat precies de oorzaak is geweest van de ruzie is nog niet duidelijk.